Welkom bij het instructiefilmpje over de eigennamen. Het hoort bij taal, thema 7, week 1, les 2. Ja, eigennamen. Wat is dat? Eigennamen, die schrijf je altijd met een hoofdletter, omdat het dus namen zijn. Dus zeker die hoofdletter wordt echt belangrijk bij deze les. Wanneer schrijf je nou die hoofdletters? Nou, bij eigennamen, dat zijn de namen van de landen, provincies, steden, dorpen, straten en rivieren. Bij al die dingen, al die namen, krijg je hoofdletters. Even natuurlijk twee voorbeeldjes. Amsterdam, naam van de stad, hoofdletter. Is de hoofdstad van Nederland. Nederland, naam van een land, met een hoofdletter. Zeeland is een provincie. Naam van een provincie, dus met een hoofdletter. En dan bij namen van mensen, dieren en dingen. En dan moet je wel opletten, bij mensen is het vaak de voor- en de achternaam waar het dus een hoofdletter heeft. Zoals bijvoorbeeld bij mijn eigen naam, Nikita, is mijn hoofdletter. Ispelen is ook mijn hoofdletter. Van schrijven we niet met een hoofdletter. En verder nog wat voorbeeldjes. Floppy de olifant leeft in dierentuin Artis. Je ziet, olifant is wel de naam van diersoort, maar niet de naam van het dier. Het dier heet Floppy. En dus schrijven we Floppy alleen met een hoofdletter. Artis is de naam van dierentuin, dus van een ding. Schrijf je hem ook weer met een hoofdletter. Mijn hond Sammy logeert bij mijn nichtje Emma. Sammy is de naam van de hond met een hoofdletter. Emma is de naam in dit geval van je nichtje, van een mens en dus ook weer met een hoofdletter. Ja, wij zijn heel benieuwd hoe goed jullie die hoofdletters genoemd en we weten zeker dat jullie dit kunnen. Heel veel succes!